Ja, we hebben donderdag rond geweest om de mensen te roepen om thuis te blijven, om mee deel te nemen aan de actie. Iedereen is spontaan daar positief op gereageerd. En nu maandagmorgen is niemand komen opdagen van de arbeiders. We hebben dan een mail rondgestuurd naar de bediende toe om solidariteit te vragen. En we hebben geen positieve reactie op gekregen. Deze morgen zijn we in piket gestaan om dan toch de bediende toe te spreken en pamflet te geven. En dat is niet echt positief op gereageerd, maar mijn teleurstelling. En hoe is de stemming verder in het algemeen over de stemming over de maatregelen, over dit regeringsbeleid? Wat denken de mensen daarvan? Vooral de arbeiders zijn zwaar teleurgesteld. Hè. Dus langer werken, bij ons heel zware arbeid. En daar tijdskredieten die daar zwaar mee getroffen worden. Dus mensen voelen het al, nu al. En de kwestie van een index, is dat... Index is voor ons... wat ze nu aangekondigd hebben, dat kan voor ons hoegenaamd niet. Ik denk dat ze dat gaan doorvoeren hier in België. Dat we niet één dag, maar meerdere dagen gaan stilleggen. Oké. Okay. Ja. Als je ziet wat de prijzen op de markt zijn van voedingswaren, stook, olie, noem maar op, aardgas, dat gaat allemaal de hoogte in en wij moeten dat allemaal blijven bekostigen en ze dan aan onze index gaan puzzelen, ja, dat kan niet. Er is heel een tijd geen regering geweest, nu wel. Hoe denken de mensen op de vloer over het feit dat er nu een regering is, eindelijk, en dat ze deze maatregelen nemen? Op de vloer zelf horen dat genoeg. Ze zijn content dat er een regering is. Maar die maatregelen die ze dan in die mate treffen, die is enorm, extreem eigenlijk. Er zijn bepaalde personen, zoals de naam van Quickenborne, die dat dan de maatregelen over het terugpensioen en alles opleggen. Dat ik denk van, zelf op de gaat. Vandaag is de actie geslaagd bij jullie? Alle arbeiders staken? Het is een heel geslaagde actie. We hebben deze morgen, ik denk, een 20-tal personen gehad. Die we dan ook nog aangesproken hebben om toch onze actie te steunen. Mensen waar ik ergens de reden wel van begrijp van, ja luister, ik moet mijn huis afbetalen, ik moet mijn wagen afbetalen en geen dag. Hier kan mij het verschil aan maken waar wij op zeggen van, als we zo blijven goed doen, dan gaan we misschien nog meer dagen hebben. Dat je zegt van, we moeten niet echt de remmer optrekken, want het wordt alleen maar erger en erger. Dus... Er komen nog stakingen, als het nodig is. Ja, ik ben van mening wel. Oké, bedankt. Tot later. Ja. Naar ons aanvoelen zijn de mensen toch niet echt tevreden dat er zo'n regering is. Er zijn toch wel heel wat maatregelen getroffen die de gewone mensen treffen. En ja, dat is niet echt zo positieve commentaar voor de regering. Als we het even doen. Op de staking in Limburg vandaag? Uitzonderlijk goed. Het is echt een succes. Het is beter dan wij ook maar ooit hadden kunnen denken. Dus alle bedrijven waar dat het ABUV aan weet, die staken. Denk je dat er wordt geluisterd naar de vakbondsactie? Ja, wat zijn de verwachtingen naar de regering toe? Eerst luistert men niet, dan doet men als men niet luistert, maar op den duur zal men moeten luisteren. En volgen er dan nog andere acties? Wij gaan pleiten in onze vakbond van zeker hier niet te stoppen. Ja, laat ons hopen dat het verder gaat, want bij de situatie zoals het nu is, is het echt absurd tot en met, want de mensen hebben echt niets aan. Hè. Die gaan meer achteruit dan vooruit. En dat de regering nu met die maatregelen, die gaan waarschijnlijk meer ellende veroorzaken. En dan verwachten wij nog eens tegen februari nog, dat ze dan nog eens gaan, al die maatregelen die ze genomen hebben, nog eens herzien. En misschien, ik weet het niet, dan gaan we terug naar de kleine mensen. En daarom ook de schuld van het kapitaal. Hè. En die banken die gaan met de Russische roulette spelen, dat kan toch niet. Dat was die happens.